Jazz at the Beep. Johan Bijkerk, wat betekent dat voor jou, dat je dat al 20 jaar doet? Ja, het is wel een mijlpaal. Het is maar een getal. Maar ja, soms kijk je eens even achteruit, want dat is niet mijn gewoonte. Ik kijk altijd vooruit. Mijn motto is altijd op naar nieuwe avonturen. Nou ja, en zo komen er steeds meer jaren bij. Ja, want 20 jaar geleden ben je ermee begonnen. En hoe is het ontstaan? Ja, vanuit een pianoprogramma wat ik deed. En ik ging daar iets doen van de jazzgeschiedenis. De pianisten van het begin, de ragtime, waarvan ik nu weer wat ga doen. En dat is later een band geworden, met wisselende bezettingen en nu al een hele tijd vaste jongens eigenlijk. En we spelen allerlei repertoire, begeleiden gasten. Arrangementen schrijf ik allemaal zelf, doe ik gratis. Omdat ik de passie voor die muziek heb, anders deed ik het ook niet. En de beloning is dan een mooie opname en in de regel ook een cd. En dat dank ik dan weer aan een oude vriend, Jan Vlaskamp. Die zegt, Bijkerk, ben je klaar? Het was een mooie cd. Wat ga je nou doen? Dat heeft hij nou weer gezegd. Dus ik stort me nu weer op allerlei zaken. Zoals composities die ik gemaakt heb in de periode 1981-85. Over New York en in New York. Daar had ik toen geen band voor om ze uit te voeren. En die heb ik nu wel. Dus vandaar dat ik nu zo druk aan het schrijven ben. Ja, want dat moet het komend jaar plaats gaan vinden. En ja. het eerste concert, wanneer is dat? Dat is 3 februari. En wie gaan daar aan meedoen? Daar doet mee een violist, Bert Smits. En dan mijn eigenlijke trio op bas, Martin Sanders, Chris Strik op drums. En verder hebben we Sam Tanaat, een Almeloos talent. En Erik Wind, ook een Almeloos talent. Daar komen er nog mensen bij van Servus. Daar heb ik al een paar keer mee samengewerkt. Dus Almeloze talenten komen aan bod, want die kunnen echt wel wat. En die zijn ook heel enthousiast. Want iedereen die Servus mensen heeft zien optreden, die weet dat. Nou, en dat gecombineerd met het spontane van jazz is geweldig.